Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmasdag 17. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Yeah. Goedemorgen allemaal. Het is voor mij vandaag maandag. De laatste week. De laatste schoolweek, laat ik het zo zeggen. Voor de kerstvakantie. Ik heb niet het idee dat er vandaag nog heel veel gaat gebeuren, maar we hebben nog een week school, dus we moeten er nog gewoon even voor gaan. Maar het is natuurlijk ook vandaag dag 17, dus we gaan ook een vakje van de adventkalender openmaken. En wat zit er vandaag in? 17 is best een groot vakje, een langwerpig vakje. Ik heb het idee dat er weer een tube in zit, want het heeft een beetje weer dezelfde formaat. Ik heb geen idee. Wat zit erin? En tube. En wat voor tube? Oh, al mijn deegjes vallen op de grond. Er zit voor vandaag in body lotion. Indian mango en go-to cola. Nice! Ik vind die tubes ook heel leuk. Die kleurtjes zijn echt heel erg leuk. Ik ga deze er proberen weer. Ja, hij zit er weer in. Nog gewoon, nu nog 7 dagen, 8 dagen en dan is het kerst. Het gaat zo snel. In ieder geval, ik ga vandaag naar school, ik ben de eerste 2 uur vrij en de laatste 2 uur. En ik ben daarvoor ook nog 1 uurtje vrij, dus ik heb 1 uurtje les. Ik moet zo naar school voor 1 uurtje. Wat betekent dat ik langer onderweg ga zijn dan dat ik überhaupt straks op school ben, maar goed. Het gaat om aanwezigheid. Ik ben aanwezig. We moeten zelfstandig gaan werken. Dus ik snap überhaupt niet waarom we naar school moeten komen. Maar goed. Ja. Ik ga zo naar school voor 1 uurtje. Waarschijnlijk ga ik daarna eventjes de bieb in. Om nog verder te werken aan een aantal opdrachten die vrijdag ingeleverd moeten worden. Dus even kijken hoe het vandaag een beetje gaat lopen. Maar we gaan het allemaal zien en meemaken. Maar... Oh. Oh ja. Dus ja. We gaan zo naar school. Goed, het is natuurlijk niet bepaald warm buiten. Dus ik hoop het is op. Het regent een heel klein beetje. Maar ik ben onderweg naar de metro. En als ik zo op school ben, dan moet ik eigenlijk zelfstandig gaan werken. Ik vind het nog steeds onzin. Maar goed, we gaan zien hoe het gaat lopen. Ik heb mijn tas gewoon lekker vrij makkelijk ingepakt. En zo meteen ga ik na school waarschijnlijk even naar de bibliotheek. Om daar even nog wat werk te doen. Dus ja, we gaan het meemaken. Goed, ik sta inmiddels weer bij de bushalte. Onderweg naar school kreeg ik in 1 keer het leuke appje dat we dus helemaal niet naar school hoefden. Maar ik was al bijna op school. Dus ik ben gewoon doorgegaan. Ik ben vervolgens nog even wat opdrachtjes gaan maken. Die zijn nu klaar, daar ben ik weer heel blij om. Dus ik denk, ja weet je, ik ben nu toch al bij school. Waarom ga ik nu gelijk weer omkeren? Ik denk, ik blijf wel gewoon even aan het werk. En nu dus wel onderweg naar huis. Ik zat de bus te wachten, het komt over 11 minuten. Dus het is nog even een beetje kou lijden. Maar ja, ik ga zo meteen nog een paar dingetjes doen die ik voor school moet doen. Vanmiddag moet ik ook naar de fysio toe. Ik ben op zoek naar een Chromebook. Omdat het voor school wat heel erg fijn werkt en zo. En heel veel klasgenoten hebben een Chromebook. En mijn HP laptop werkt niet meer. Mijn MacBook is prima om te editen en dat soort dingen. Maar om al die schooldingen op te doen, dat trekt hij ook niet. Dus ik ben de laatste tijd een beetje op zoek naar een Chromebook. Dus ik ben een beetje met mijn vader aan het overleggen en zo. Dus ja, we gaan het zien. Ik heb een paar leuke op het oog die ook niet zo heel erg duur zijn. Dus ik ga even overleggen met mijn ouders wat hun ervan vinden. En ja, zo verder rest wel naar huis. En dan is het kijken hoe en wat. Ik heb het trouwens een beetje laag, want ik heb pijn in mijn arm. Ik kan het niet zo heel erg hoog houden. Dus ja, in ieder geval... Wacht op de bus en dan ga ik naar huis. Komt over een paar minuten. It is night time.
Het is avond. Ik heb avond gegeten. Het is. Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik moet mijn laptop aanzetten. Hoe laat leven we? Ik ben een schoolwerk aan het maken. En ik kom er nu achter. Ik denk, ik moet gewoon gaan editen. Het is. Bijna 9 uur. Misschien denken jullie, wie is je achtergrond? Mikey. En bij mijn duim zit Brooke van Roadtrip. Ik vond de foto gewoon heel cute. Ik dacht, oh, super lief. Dus Lucas achtergrond. Super cute. Maar ik moet dus nu nog gaan editen. En als je denkt, wat zit er hier op je gezicht? Ik had een paar leuke vriendjes erbij. En daar heb ik zo snel mogelijk afscheid van genomen. Dus nu zit er echt een hele erge beursplek op mijn gezicht. Super dom. Maar ja, helaas. Dag vriendjes. Ik ga editen. Ik ga, nou ja, schooltjes inpakken hoeft niet, want ik heb morgen maar 2 vakken. Dus ja, heel veel is dat niet. Maar goed, ja. Ik heb dus heel veel te melden eigenlijk, jongens. Het is een beetje een saaie dag vandaag. Een beetje saaie week, mag ik wel zeggen, de laatste paar dagen. Ik ga de video eindigen. Ik heb jullie niet heel erg veel meer te melden. Ik heb niks veel bijzonders gedaan. In ieder geval wil ik jullie. Ik kan niet eens meer praten. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze video. Doe natuurlijk wel even de blauwe duimpje omhoog. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk weer bij een nieuwe Vlogmas video. Doeg!